Wil van Beers, vicevoorzitter, maar zeker ook voorzitter van de HIEP Horeca, hè? Horeca in eigen beheer, de afkortingen, de vier eerste letters van het woord, horeca in eigen beheer, de HIEP. Jullie zijn een aantal jaren terug van het Mauritsplein weggegaan, hier naartoe gekomen. En dat is eigenlijk alleen maar een successtory geweest, hè? Ja, het was op een gegeven moment was het de keus wat we moesten doen. We wilden al heel lang een tent hebben, maar een tent in combinatie met een taptoe, dat gaat niet lukken. Dus we hebben een heel pijnlijk besluit moeten nemen om de taptoe te schrappen. Ook gezien de publieke belangstelling die langzaam terugliep. En hebben we gekozen voor een tent. Dat is een gouden greep geweest. Altijd goede weergarantie. En een bijzonder concept is dat jullie ook andere verenigingen uitnodigen om iets te doen. Ja, wij nodigen ook andere verenigingen uit. Met onze eigen vrijwilligers kunnen wij er nooit runnen. Dus wij nodigen andere verenigingen uit. Wij stellen daar een tegoedkoming in de clubkas, staat er tegenover. Daar werkt twee kanten op, dus een win-win situatie. Wij hebben mensen en ze kunnen in de clubkas van de opbrengst iets leuks doen. Vooral de carnavalsverenigingen. We genieten ervan. Wij ook. Zeker als al de puzzelstukjes op zijn plaats vallen waar we een heel jaar mee bezig zijn. Dus en het komt allemaal op zijn pootjes terecht, dan zijn wij zeer content.